What's going on, boys and girls? Ik ben nog steeds een beetje ziekjes, dus mocht mijn stem een beetje anders klinken dan normaal, dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. Ik ben nog steeds zwaar verkouden en ziek thuis, maar ik denk, ik wil deze shit gewoon gaan opnemen. De hele dag in mijn bed liggen is niets voor mij, ook al ben ik doodziek. Nou, dat gezegd hebben, aflevering 2, Dead of the Outsider DLC. Geweldige game tot nu toe. Ik heb verschillende reviews al gezien die spreken over het feit dat dit wellicht de beste Dishonored ervaring is to date. Wat betekent dat mensen gewoon echt zwaar overtuigd zijn van het feit dat dit de beste Dishonored tot nu toe is. Gewoon de beste Dishonored ervaring. Het is zo... Ja, ik kan dan bijna alleen maar de Engelse woorden vinden. Tight, zeg maar, goed strak op elkaar uitgewerkt. Er is constant iets wat jou overtuigt van het feit dat dit echt fantastisch is. Hey, stop it. Lol, iemand zei gewoon, hey Kay, stop it, terwijl ik hem zojuist... heb gepickpocket, wat overigens perfect is, want ik heb nu... Oké, Janet's key had ik sowieso al, maar deze mission clue... Ik kan nu ook naar de Bookmaker's apartment. Oh, maar die hebben we al gevonden, joh. Zie je, er staat in een bucket near the door. Kijk, he uses the books above his desk to remember the combination to his safe. En het perfecte is dat ik dat gewoon zelf heb uitgevogeld. Dus je hebt niet een hele goede manier verzonnen, meneer de Bookmaker. Maar goed, guys, welkom terug allemaal bij Dishonored... Dead of the Outsider DLC. Geweldig tot nu toe. En ik ga jullie sowieso welkom heten. Hopen dat jullie er zin in hebben. De support show door eventjes de video te liken. En daarnaast heb ik nog iets wat ik heb gezien. Wat mij is opgevallen. Daarvoor moet ik hierheen. Ik heb iets heel doms gedaan de vorige keer. Hier ligt sowieso iets, zie ik. Coin. Coin is belangrijk. Ik was mijn video aan het editen en ik dacht, jezus Denna, dat je dat over het hoofd hebt gezien, ouwe. Er liggen hier overal, ik zie hier nu sowieso een appeltje, en nog meer coin. Like, what the hell, waarom heb ik dit niet opgepakt? Had ik haast? Misschien had ik haast de vorige aflevering, ik weet niet wat het was. Ik heb dit allemaal niet opgepakt. Hack pearls? Wat is het? Hack pearls, sorry, never mind. They are non-lethal near-silent projectiles that can be thrown by pressing L2. Dus ze schieten daar gewoon uit. Ik kan ze dus selecten. Ja, ik kan ze dan wegschieten. Wat geweldig. Dat werkt als het steentje uit Far Cry, uit de Far Cry franchise. Dat je gewoon zo'n steentje naast zo'n enemy tieft en dat hij dan compleet de weg kwijt is. Van, huh? Wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Huh? Nee, wat ik jullie wil laten zien. Dit is wat me opviel tijdens de edit van de vorige aflevering. Ik heb hier allemaal geweldige mines niet opgepakt. Kijk. Hookmine, hookmine en hookmine. Weet je hoe goed dat uit gaat komen voor de rest van de gameplay in deze episode? Kijk, deze guys waren opgehangen aan die buis met hookmines, maar er lagen hier gewoon nog 3 op de desk die ik nooit heb gezien. Inmiddels dus wel opgepakt, wat dus resulteert in 3 van die hookmines. Perfect. Alright, we doen de wapentjes weg. En we gaan proberen progressie te boeken in deze main objective. Kijk, daar ben ik weer. Ik sla mijn game nu op, omdat ik dit natuurlijk wel nu heb opgepakt. We pakken het. Aflevering 2 dus. Man, ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Let's go. We moeten als main objective de suppression device gaan gebruiken om Doubt hier te bevrijden. Ik weet niet wat ik moet gaan verwachten, maar ik ga het maar gewoon doen. Wat? Doubt, kom even vrij. Lurk, I knew you'd seek me out one day. I didn't think it would be like this. You were hard to find. How did you end up here? So let's talk somewhere else. The Islas have more secrets than you know. I've got a ship. Or what's left of it. The Dreadful Whale. It's docked below the Akintila repair station. Doubt, I... Say whatever you want to say, Billy. That you're here now is enough. I need your help. Like old times? Those days are gone. This is something bigger. One last job. I can do it. Who's the mark? The one responsible for it all. The cults. The black magic. This mark on my hand. We're gonna kill the black-eyed bastard himself. What? You want to kill the outsider?
You want to kill God. Holy shit. I finally find him and the old man's got me jumping right back into this occult shit. Dowd can explain himself back on the Dreadful Whale. Oh shit, dat geeft gewoon helemaal een crazy effect als je gewoon die red liquor hier naar beneden gooit. Of tenminste als je het laat slopen, als je het kapot maakt, hoe je het wil noemen. What the hell, dit ziet er niet al te best uit. Deze art style is altijd zo fantastisch. Nou ja, goed, Dowd is bevrijd. Je zag wel hoe episch dat ging. Al die eyeless, het is een soort cult, een soort bende. Dus de ogenlozen, zo noemen ze zichzelf, schrokken zich de pletten dat ik deze cage openmaakte en Dowd vrijkwam. Dus allemaal renden ze weg. Dowd splashte deze guy uiteen. Gewoon hier, onthoofd gewoon. Doeg, wegkoppie. Want Dowd is natuurlijk ook echt de meester assassin, de meester van onder andere de zwarte magie, die we dus allemaal hebben gekregen van de outsider. Ook Corvo, ook Emily, al die shit in onze hand, de emblem in onze hand, waar dus ook Dowd heeft, hebben we te danken aan de freaking outsider. Aren't the streets feeling safer already? We'll probably get a medal for this. Boxing champion's my ass. Dus het maakt enigszins sens nu opeens dat we de outsider gaan killen. Het lijkt wel een soort wraak. Niemand heeft er ooit om gevraagd hierin verzeild te raken. En om met Black Magic in aanraking te komen. Dat is denk ik een beetje de reden dat ze daarvoor hebben gekozen, joh. Dat ging net goed. I'll be damned. You've been found guilty. Doeg. Eventjes kijken hoor. Hij had niks bij zich, hè? Best wel vet om te zien dit. What the fuck? Oh, ik dacht, wat is dat nou? Maar dat was gewoon nog een glitched wifi. Nou, deze veteran is neer. Er zijn niet meer guards, toch? Ik zal even deze meteen gebruiken. Die ja. En trouwens, ik kan ook meteen eventjes een held, hoe heet het ook? Oh, elixir, hè, noemen ze het. Een held elixir gebruiken, is mijn held er ook weer een beetje bij. We moeten daarheen, we moeten naar de Dreadful Will teruggaan, maar er waren dus opeens allemaal guards hier nu. Ik kan ook helaas nog steeds niet spawnen, zeg maar, van zo'n richeltje of zo. Ik kan die powers nog niet gebruiken, dus ik ben benieuwd wanneer dat vrijkomt voor mezelf. Als ik eventjes naar dit punt ga, de contract heb ik allebei al gedaan. De mission is nu gewoon echt, ga terug naar de rest, of naar de Dreadful Will, zie je? Dus we hebben dat allemaal gedaan, want hij is inmiddels al bevrijd. Lore hebben we ook opgepakt. Ik wil ook van die uitroeptekens af. En dan kunnen we terug gaan. Nice, ik vind het nice. Wat ik al zei, ik ga niet full stealth spelen, deze playthrough totaal niet zelfs. Too late for him. Hoppa! Too late for him. Holy shit, die geluiden af en toe. Even kijken, wat heb je hier allemaal? Het is opeens moeilijk ook. Het is opeens moeilijk om... Wat heeft hij me gezien?
Dat gaat niet, Pik. Who's running around over? Haha! Veel te fucking vet. Ik gooide letterlijk het lijk tegen haar aan, waardoor ze gewoon compleet stunt was en ik haar alsnog af kon maken. Perfect. Naar de Dreadful Whale, let's go. Super tof. Nou, het eerste is gehaald. One Last Fight, Mission 1. Gecomplete in 1 uur en 23 minuten. Hè? Chapter 1, besef. One Last Fight. Ik ben er wel gewoon literally voor gegaan. Dus dat boeit me ook eigenlijk geen flikker. Dus literally stelt, I don't give a fuck. Het feit dat we het hebben gedaan, vind ik tof. En de manier waarop. Care? Care, hè? Care? Hier gaat het om. Special actions, baby. En de contracts. De rest, I don't give a fuck. Let's go. When I first caught sight of Doubt, I was just a broken kid. Staying alive out of spite. He cut the throats of 3 men without making a sound, leaving only blood and death in his wake. I don't know what I was hoping for when I followed him that night, but he shared his strange magic with me. And more than that, his skill, his time, his trust, and sometimes his secrets. Now he's not the man he was. Here in his final days, he's got wounds that won't ever heal and regrets as sharp as mine. I know how much that carves you up inside, but I found him. And he wants me to help him make up for a lifetime of sins by killing a god. The Abbey teaches us that the outsider preys on weakness. That the void is the source of doubt, heresy, and suffering. That the outsider is to blame for all our ills. Who knows? Maybe they're right. The same dream. My arm hacked away. My eye hollow and burning. It still aches. Let's hope it's not some kind of omen. Let me tell you something about the void, Billy Lark. It touches the minds of the dreaming and the dying alike. And sometimes, dreams can only tell you what you wanted to forget. I know who you are. Why are you here? What do you want from me? People usually want something from me. What in the void? But you don't want my mark, do you, Billy? So I will return something you lost. Wait, what are you? The world was wounded around you. And you carry the scars. You will never be the same. I wonder if you'll like him. What did he do to me? Of course he shows up now. Shit! Shit! He took my arm! And my face! Is it because of the dreams? Or doubt? Yo, what the fuck, eh? Dit vond ik best wel creepy, to be honest. Want, kijk, weet je, mijn allereerste reactie ooit, toen dit werd aangekondigd... Take down the eyeless. Choffers. Het allereerste wat ik dacht is, waarom moet de outsider dood? Maar wat ik wel al vanaf fucking deel 1 heb gedacht, al met Corvo was, waarom is hij zo'n freaky guy? Toen al snapte ik niet waarom de outsider was en waarom hij die vreemde gast was met al die krachten. Alleen als je nu ziet hoe hij is, begint het misschien een beetje duidelijk te worden waarom hun hem willen ombrengen. What happened to you? The outsider did this. What did he say? I've had bad dreams for a while now. And he was never there. But I feel good. Strong. Like all those years ago when we ran together. He didn't offer me his mark. Just said some cryptic shit. And left me with this. I never knew what the black-eyed bastard wanted. Be careful. The outsider's gifts come with a price. You won't know until it's already been paid. I didn't have much choice. Neither do I. My connection to the void is fading. We've got to act soon. Before it takes me forever. You found a way to do it. To kill the outsider. How? I spent years looking for an answer. I searched the aisles. Tracked down a dozen crazy cults.
But there's more to the Eyeless. They've got a relic. The knife that made the Outsider. Thousands of years ago, it's here, in Karnaca. A knife. So you want me to steal it? Soon. First, we need to find out who leads the Eyeless, and where they keep that knife. They're powerful people, wealthy or noble or both. I don't know their names, but they all have an esoteric tattoo that sets them apart. Those low-ranking thugs at the boxing club talked about getting inked in the Red Camellia in the Upper Syria district. I'll go there and see what I can find. Try to rest out. I couldn't do this on my own anymore, Billy. Thank you. Jezus, hij is echt een oude aangetaste guy inmiddels. En nu hij het zo uitlegt, en wat ik dus al zei, ik vind dus eigenlijk al vanaf het begin de Outsider een vreemde dude. Maar ik begon eigenlijk te denken dat hij ons goede krachten gaf, dus snapte ik niet waarom we hem moesten neerhalen. Maar als je deze kant van het verhaal hoort, dan denk je, ja, what the fuck, het is ook logisch dat ze hem gewoon uit de weg willen helpen. Het is niet zo heel gek. Oké, we hebben dus deze. This was the tattoo on all the thugs from the boxing club. Ja. It's been a long time since those days. Where did you find that? I haven't seen that face in years. They sprung up everywhere a few months after I left Dunwall. And you kept it all this time. I'd be more careful of nostalgia if I were you. Those tattoos the Eyeless get all come from the Red Camellia. I need to take a look at their client list. Nou, top, dan gaan we dat doen. All our lives. The Abbey of the Everyman tells us to hate him. For once, they're right. So are we working for the Abbey now? They'd kill us as soon as him if they had the chance. No. The Abbey doesn't want our help. And we don't need it. Alright, ik ben echt best wel ready om te gaan, jongens. Doubt's Journal ligt hier opeens. Best wel ready om te gaan. Het is een mooiere dag vandaag. Zie je, het is niet zo regenachtig. We zijn dus blijkbaar wel in Karnaca. Het is nu duidelijk. Het is niet Dunwall. Het is de kust van Karnaca. En waarschijnlijk heet er een dorpje in de kust van Karnaca. Die Albarca? I don't know. Want het waren ook de Albarca Bats, right? Je ziet nog steeds dat het gewoon steden zijn die leven op walvisvangst en walvisolie. Ik vind Dishonored echt een van de fucking sterkste artstijlen hebben ever. Ze hebben zo'n toffe, unieke stijl. En ja, geen enkele game zie je dat eigenlijk nadoen. Het is gewoon heel erg sterk van Arkane Studios en natuurlijk weer typisch Bethesda. We gaan erheen, guys. We gaan erheen. Het is namelijk daar. Carriage. Daar moeten we heen. Die zal ons naar de goede locatie brengen. En daar moeten we op zoek gaan naar de tattoo shop waar al die tattoos worden gezet. Om zo een beetje meer te weten te komen over die cult, die speciale secte. Want die secte hebben een knife, een artifact in hun... Even kijken. Yep. In hun macht. En die knife moeten we jatten. En waarschijnlijk zouden we zelfs met die knife die Outsider kunnen killen ooit op een dag. Spannend. Het is ook echt gewoon super nice dat deze tweede chapter Follow the Ink heet. Het zijn, als het goed is, als ik de reviews moet geloven, 5 hoofdchapters. Maar die zijn zo belachelijk groot dat je er nog heel lang mee bezig bent. Dus deze standalone heeft 5 hoofdchapters voor ons klaarstaan. Waar we nu dus intussen in de tweede zitten. En die heet Follow the Ink. Gaan we ook daadwerkelijk doen. We volgen de tattoos. Fucking vet. Upper Karnaca. Ik ken het nog uit de andere game. En haar arm, joh. Ik zal wel een nieuwe kracht hebben in combat. Moet je kijken naar haar arm. Dat is echt niet oké. Okay. Review the contracts. Dat gaan we sowieso doen. Die stijl. Geweldig bandje staat er gewoon op te treden. Ik moest even gewoon uitchecken of dat überhaupt enemies waren, ja of nee. Daarom keek ik er op die manier naar. Eens even kijken. Displace. Aha. Fucking tof. Laten we even de tutorial bekijken.
Oh man, so fucking cool. En weg ben je. Oh shit, wat vet zeg. En weg ben je. Zo nice. Holy shit. Dat moeten we sowieso gaan testen zometeen. Wat ligt hier trouwens? Ja, ik heb al die tijd gedacht. Waarom, als ik een pistool oppak, kan ik mijn pistool nergens vinden. Maar zij gebruikt gewoon geen pistols. Alles wat ze oppakt, wordt gezien als... Oh. Moet het natuurlijk wel selecteren waarschijnlijk. Impersonate another human. Kan je gewoon nadoen. Stop time and explore in spirit form. So sick. So sick. Is dit een enemy? Het is wel hostile territory, zoals je ziet. Could I interest you in a game of cards? Take our guests. That'll be just the thing. Ik zal meteen even een potion gebruiken, een elixir. Even kijken. Foresight. Nog een tutorial. Hier. It allows you to leave your body and scout the surroundings. Wat vet zeg. Oh, dit is zo dope. There aren't enough coins in the world to make it worth. Aha, die honden ruiken me niet, hè? Oh man, ik kan het natuurlijk gewoon zo doen. Ik kan gewoon zorgen dat die zo staat. En die neer is. Maar zal hier ook iets zijn? Als hier honden en hondenkooien staan. Nee, die staan allebei open omdat ze er allebei al uit zijn gekomen. En daar lag het, ze lagen daar te slapen, maar ja, ze zijn nu gewoon omgelegd door mij. Kan ik het vanaf de andere kant openen? Of was het al die tijd al open? Oké, nou never mind dan. Ik zorg in ieder geval ook gewoon dat ik het bewijs drop. Doeg! Alright, veel te fucking vet. Die liggen daar nu helemaal beneden, zoals je ziet. Allebei dood. Ja, een beetje zuur. Maar ja, die waakhonden moet ik toch op die manier zien op te ruimen. Wat is hier dan? Want we zaten natuurlijk wel in... Niet meer in neutral territory trouwens. Daar is trouwens de Red Camellia. Daar is al de tattoo shop. Dus ik ga eventjes mijn contracts erbij pakken. Want het loopt allemaal door elkaar heen nu. Eerst even daarna kijken. Lore en maps. Yes... Maps, cool. Travelog is daar eentje bijgekomen. Follow the ink. Coole rune. Dan gaan we naar de contracts. You have no active contracts at the moment. Betekent dat ik ze simpelweg gewoon niet heb opgepakt? Dat denk ik wel, ja. Laat ik ze dan even oppakken, want dit is natuurlijk wel heel dom. Yeah, he doesn't want our help.
and we don't need it. That's not possible. My arm, my eye. It's just like the dreams. Should you see it all? The void breaking and spreading through all the cracks. Like seaworms sinking on the ship. Oké, guys, nadat we helemaal terug te zijn gegaan naar de Dreadful Will, omdat ik dacht dat ik daar mijn contracts kon oppakken, stond daar gewoon contracts en black market. Ik had dus helemaal nooit teruggehoeven. Ik heb wel een andere route ontdekt eigenlijk, om hier gewoon naar boven te gaan en even te kijken of hier nog wat is. Ik ga dus sowieso in mijn outro van deze aflevering 2 in ieder geval eventjes die shop bezoeken. De Red Camellia, dat is namelijk de tattoo shop waar al die symbolen worden geplaatst, waar ze worden getatoeëerd voor die sectes. Vind ik dus sowieso iets frappants wat ik wil gaan uitchecken. En daarnaast wil ik sowieso ook echt mijn contracts oppakken, want wie weet wat voor goede shit ik daarvoor krijg. Dus dat is een beetje het plan om deze part te gaan afsluiten. Het is natuurlijk gewoon neutral territory, maar alsnog wil ik me graag begeven op hoger terrein. Zodat ik gewoon alles goed kan inspecten. Hier is de Red Camellia. Dit is dus de tattoo shop waar het allemaal om draait. Ik denk dat ik ook via de achterkant heen ga, daar waar we net die honden hebben gekild, zeg maar. De dentist, nice. Ik hoor zo'n leuke jazzy stijl. Ik denk dat we toch naar deze toe moeten. En dan daarheen. Kan ik alles rustig inspecten? I might look different, but they'll still recognize me from the posters. Best avoid them if I can. Oh, het gaat om die guy. Aha. Op de een of andere manier voel ik me met Billy Lurk ook echt een assassin of zo. Als ik zo stel bezig ben, dan had ik hetzelfde met Corvo. Logisch ook. Hier, daar gaat het om de contracts in de black market. Dus daar wil ik sowieso even heen. Wat hebben we daar nog trouwens? Ja, het raam staat open. Daar wil ik dus sowieso even gluren hoor, met die oogballetjes. Zelfs daar staan geen ramen open, maar toch dat ene raampje daar wel. Dus dat wil ik echt even zien. Maar dan lijkt het me handig als we eerst de contracts oppakken. Want je weet nooit waar die contracts willen wat ik naartoe ga, weet je. Straks ga ik daar door het raam heen, blijkt het daar een contract te zijn. Heb ik geen idee wat de fuck ik moet doen. Deze kist is open en helemaal leeg, alsof er zojuist een freaking vampier is uitgegaan ofzo. Dit vind ik altijd wel tof om te doen. Vind ik zo leuk om te doen, hè? Om die kopjes te gooien. Sukkels. Dat is een weerspiegeling. Ik zat even te kijken of daar wat binnen was. Hier is niks. Alrighty. Nou, laten we naar binnen gaan. Eventjes naar de black market kijken wat we daar gaan vinden. Wat is dit uitgebreid? Het is een soort hotel of zo. Oh, dit is al de dentist. We zijn gewoon via boven nu binnengekomen. Bathing salts. Gekke shit hoor. Ik probeer niets over te slaan, hoe moeilijk dat ook is. Een bone charm is nearby. We kunnen hem natuurlijk even bekijken door op deze manier... volgens mij zie ik hem al trouwens, maar dat maakt niet uit. Ik wil sowieso op deze manier even checken.
Bone Charmpje erbij. Hebben we ook een... Nee, we hebben helaas geen plek meer over. Dus ik moet even kijken wat we hebben opgepakt. Swift Shadow. Movement is slightly faster in stealth mode. Dat is wel beter dan bepaalde dingen die ik al had. Bijvoorbeeld deze. You deal greater damage with your sword, but er staat wel, your sword attacks are slower. Dus dat is niet zo heel handig. Bijvoorbeeld dit. Enemy grenades take slightly longer to explode. What the fuck heb ik daaraan? Kan ik beter Swift Shadow neerzetten en hem herplaatsen, weet je? Zolang ik stealth blijft, gooit de enemy nooit een grenade. Dus kan ik het beter op die manier spelen. We pakken deze coin even weg. Trappenhal. Kan ik niks mee. Even kijken hoor. Dit is een manier om heel dicht bij de tattoo shop te komen. Hier zijn natuurlijk ook gewoon guards hier beneden. Dus misschien is het slim om even weer om te lopen. Ik wil natuurlijk gewoon die contract accepteren. Bone charm nearby. Ik hoor het ook echt. Yo, what up? Ligt hij gewoon al die tijd hier? Random bone charmpje wel. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Het heet Discreet Swap. Ai. Er staat wel, dat is heel tof, weet je. Die Displace Power, waarmee je dus eigenlijk gewoon van plek naar plek spant. Deze bone charm zorgt ervoor dat als je dat gebruikt, dat je een tijdje onzichtbaar wordt. Wat natuurlijk fantastisch is, maar daarnaast is de distance reduced. Dus dan zijn de afstanden die je kan afleggen met die power minder. Ja, dat vind ik gewoon kut. Dus ja, dan niet hoor. Waste someone else's time. Wow, what the fuck gebeurt hier? Is een guard? Oh, kijk. Hier is het. Aha, I get it now. Perfect. Boven op dat hek, als dat zou kunnen. Nou, dat was niet heel soepel, maar ik ben beneden, dus... Hey, what up? Hey, ratten. Aha, hier zijn alle contracts. I'm certain you will find what you require here. Je ziet dat ik er ook weer kan inbreken, as usual. Laten we eerst even hier kijken. Kidnap the bartender, dead to the meme. Workshop harassment, the missing brother. Wat als we allemaal aanzetten en kijken wat er in de buurt is? Het is een best wel groot open wereldgebied, zoals je ziet.
Die Mieman is het dichtstbij. Zeker wat betreft de Camellia. Dus de Mieman en Alberto laat ik aanstaan. Dus die uit en de main mission staat nog steeds aan. Oké, okay, kijk die twee aan, want dat zijn ook gewoon de twee die het dichtst bij de hoofdmissie zijn. I'll open a proper shop on Rakeza Avenue. The prices reflect the exquisite quality. Oké, ik heb al 1805 zoals je ziet. Ik kan best wel wat boom charm slots erbij halen. No need to wrap it for you, I suppose. Kijk, nu heb ik gewoon alle bone charm slots, mine storage, grenade storage, dat zijn allemaal dingen die ik altijd niet gebruik. Dit vind ik heel chill om dit erbij te hebben. Extra capacity voor dat soort bullshit. Silent running, perfect. Kopen die handel. En refined lens optics. Enhanced optics with a second greater level of magnification. Dankjewel game. Ik vind het mooi. En voor de rest kan ik dan dit soort upgrades doen. Waar ik dus voornamelijk dit soort upgrades wil doen. Oké, okay, cool. Nee, tot de volgende keer, Pik. You, chalas. Ik speel met een goede... Oh, shit. Removing the sign scares off the rats, but doesn't plug... If the guards did their job and shut these black markets down, I wouldn't have to be out here with my brush every day. Zoek het uit. Oké, ik ga sowieso binnen door nu. Het heet ook gewoon breakable door, dus je kan het altijd nog slopen. Zie je? Breakable door. Het zijn allemaal dingen die je wellicht kan slopen. Het is ook weer zo'n belachelijk groot gebied. Dankjewel en dankjewel. Weet je, het is allemaal coin en je ziet hoeveel upgrades je ervan kan halen. Dat is sowieso al iets wat ik deze aflevering heb kunnen laten zien. Volgens mij heb ik een upgrade vrijgespeeld, waardoor ik nu nooit meer het sprintknopje hoef in te houden. Ik ben toch al silent aan het rennen. Ik sprint gewoon automatisch. Behalve zo sprint ik niet. Oké, okay, duidelijk. Fucking handig op zich. Plantjes en shit. Geinig wel. Hier nog een raw wildbone. Perfect, daar kan ik later eigen bone charms van maken namelijk. Nu nog niet het geval. Ik neem die ook wel mee. Nou bevind ik me hier op een balkon. Balkon! Ook weer iets wat ik niet had verwacht. Alberto daar. Meme daar. Tattoo shop daar. Auw. Oh ja, lol. Dat zijn natuurlijk punten met een... Of hekken met een punt. Nou, sinds ik naar de Dreadful Will ben gegaan, zijn deze blijkbaar teruggespawnd. I don't know how. Maar misschien omdat hij dacht dat ik er nu weer voor het eerst kwam. Maar goed, ik heb mijn contract alsnog opgepakt bij de Black Market dit keer. En dus alsnog op deze manier opgelost. En ik ga kijken wat ik hier aantref. Want dit is, als het goed is, wel de Tattoo Shop. Dit is het laatste wat ik doe deze aflevering. Dit is ook tevens gewoon dus meteen mijn outro. We gaan het zien. Ik ben binnen.
zoals je ziet, ik knal hem op een quick save. Dat zie je rechts onderin. Links onderin eigenlijk. Ik weet niet wat dit voor gare tattoo shop is, hoor, maar... Oh. Ik heb al een idee. Let op hoe fucking vet het is. Eerst even kijken naar de mission clue. The Red Camellia Beauty Parlor is closed today. Investigate the premises for information about Eolina's race. Oh ja, want we moeten inderdaad naar de tattoo designs kijken en haar klantenlijst. Hoe we dit kunnen doen is heel fucking vet. Let op. Ik ga het zo doen. Sowieso markeer ik die. Dan plaats ik deze marker. En dan doe ik het zo. Vet, hè? Dus dit is een ene Martina. Martina die werkt voor Eolina. Het zal wel. Maar dit was wel heel vet hoe ik dit heb gedaan. Ik eet wat fruitjes om mijn health erbij te krijgen. Dit is als het goed is haar... Oh nee, dit is welcome. Corrupt Bone Charm. En een appeltje. Als het goed is heb ik nu allemaal extra Bone Charm location door al mijn upgrades. Dus we moeten even kijken. Ik kan Tricky Timing aanzetten. Ik heb nu een nieuwe, die heet Dark Power. At full void energy, you move faster, make less noise and deal more damage. Maar er staat tegelijkertijd wel, at less than full void energy, you move slower, make more noise and deal less damage. Dus het is een beetje dubbel op, maar we moeten maar even kijken of we het... of we er tevreden mee zijn, of we het tof vinden. Als het kut is, dan kunnen we het altijd nog wegdoen. Maar dit gaat goed tot nu toe. Ik investigate nog eventjes... globaal deze tattoo shop en dan ga ik daar in aflevering 3 mee verder. Poison themselves with this shit. Wish they just finished the job. Alright. What a gamepie, right? Dishonored is zo fijn. Oké, tof. Nou, hier kan je denk ik niks doen. De main objective wil dat we daarheen gaan. Oh nee, wacht even. Hier zijn we gewoon. Ik denk dat we hier gewoon een beetje moeten rondneuzen. Dit is authorized personnel only. That smell. What are they mixing these inks with? Oh shit, zou dat echt zo zijn? Hoor je dat? Want dat was niet de bedoeling. Ik wist niet dat ik het zou oppakken. Ik leg het wel daar neer. Ze mixen de inkt met een bepaald goedje, dus eigenlijk wordt er ook nog eens tegelijk iets geïnjecteerd in hun bloed. Dit is voor de leaders. That's the same design Dowd sketched out. Ja, dat was die van Dowd. The thugs who join the Eyeless all get this tattoo. Deze is fucking mooi overigens. Dit is de tattoo artist zelf. Dit is het design. Wat zit hierin? This must be where the Eyeless get inked. I always wanted to join a cult. All right. If this is what it takes. Don't flinch. Fucking nice. Het doet het echt. Maar nou wil ik het verdomme zien ook. Ik heb mezelf getatoeëerd, gek. Heel erg nice, maar ik lijk... Oh, dit zou zo goed werken als dit in mijn voordeel werkt wat betreft stealth. Dat iedereen denkt dat ik bij die cult hoor. Dat zou fantastisch zijn. Appeltje, had ik zin in. Nee, blijf open. Open. Die pakken. En dan mag je dicht. Goed alles rondgekeken hier.
Hier is dus volgens mij niks bijzonders in wat ik kan oppakken. Tenzij ik het glas kapot sla, maar dan is het overduidelijk inbraak. Het zijn allemaal eyeless. Zie je? Eyeless motief en eyeless motief en eyeless motief. Pas die onderste is... Daarboven staat ook nog iets. Arabesque. En er staat nog een twin corpse. Sean Yun, the singer. And a city administrator, Ivan Jacoby. These are high profile people. There's a third leader mentioned, but no name. Wel heel vet om te zien. Ik doe die wel dicht, anders is het allemaal way too obvious. Wat ik doe met haar, anders is het ook weer way too obvious. Ik leef me wel een beetje in natuurlijk. Dus ik gooi haar gewoon bij authorized personnel only. Is het net als zij gewoon passed out is. Ja joh, doe lekker een frontflip. Maar jij bent passed out daar, doe je bent gewoon bewusteloos gevallen, weet je. En hier neem ik dan mijn outro op. Dit is aflevering 2 van Dishonored, Dead of the Outsider DLC. Het is echt werkelijk fantastisch tot nu toe. We moeten naar Sean Yun's house. Lijkt een Chinese guy, zo op het eerste oog. Wat hebben we hier? Plagued spirit. The Eyeless's favorite drink, I guess. They even have their own saloon. Dan zal ik dit maar gewoon sluiten. Daar hebben we in ieder geval een contract te doen waarmee we volgende aflevering gaan starten. We moeten helemaal naar Sean Yun's house, wat waarschijnlijk in niet-neutral territory is. Dus daar zullen waarschijnlijk enemies actief zijn. En daar hebben we die andere contract. Dus damn, dit was mijn aflevering 2 in het o zo prachtige zonnige Karnaca dit keer. Wat een geweldige game tot nu toe. Het werkt echt fantastisch. Het speelt fantastisch. Ik vind de missies geweldig. Dit is hem trouwens. Zie je, private concert sold out. Het is gewoon een artiest. Sean Yum. Daar moeten we gewoon de volgende aflevering heen. En hij heeft zelfs een fucking eyeless motief tattoo laten zetten. Dat is toch bizar. Nou, in ieder geval hierbij eindig ik de aflevering. Ik hoop dat jullie het cool vonden, hebben genoten. En ik zie jullie terug in de volgende episode van Dead of the Outsider op mijn channel. Tot de volgende, guys. Peace.